Een heel gezellig team. Zijn er barbecues? Ja, er zijn ook barbecues. Is er een groepsapp? Ja, er is een groepsapp. Ook. En wie is de beheerder van de groepsapp? De beheerder, daar heb ik nog niet naar gekeken, maar volgens mij is Piqué de beheerder. Ik heb er wel met trainers wel meer discussies over gehad vroeger. Vroeger in de jeugd, toen speelde ik altijd op 10. Zeg maar echt in de jeugd, speelde ik op 10. En dan wilde je op 10 spelen, want 10 was een mooie positie. En weet je wel, je weet hoe dat gaat. En dus ik had in het begin ook, toen ik een beetje in betaalde voetbal kwam, dacht ik van ja, ik wil op 10 spelen. Bij Ajax was dat al wel minder. Maar ik denk dat het uiteindelijk, ben ik zeg meer controlerend gaan spelen. En ik denk dat het wel beter voor me is, dat het me beter ligt dan echt de diepste middenvelder. Maar ja, het was like we were with 6 or 7 guys there. And we didn't have the best season, the season before. And yeah, like the guys, we had a bit doubts of we had to stay or we had to move to another club for development. And they showed us a video about what they expected from the next season and what they were expecting from us to convince us to stay and to show their trust in our guys, in the talents. So, no, it was... Yeah, it was good that they did that, and I think otherwise we would have stayed as well, but it helped. La victoria era muy importante porque estamos en un situación un poco difícil, entonces no da mucho. Si esta victoria nos da mucho, un poco de confianza para los partidos que vienen, y como dices, ahora tenemos tiempo para preparar los partidos que vienen. No sé, no siempre es cuando marcas un gol que juegas bien, y creo que la gente... Están viendo los partidos demasiado en esta manera, pero he llegado un poco más al área en la segunda parte, sí. La primera tampoco jugué mal, pero era más detrás.